Afgelopen dinsdag werd in het kanaal bij het sluisje Het Hemeltje een 86-jarige Hilversummer in het kanaal gevonden. Uit onderzoek van de politie blijkt dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd. Woensdag was er speciaal voor kinderen in het teken van de Week van de Amateurkunst een tentoonstelling georganiseerd in de Geus. De tentoonstelling bestond uit zelfgemaakte tekeningen van kinderen. Er werden die dag rondleidingen georganiseerd en daarnaast was er genoeg tijd voor de kinderen om te vertellen welke kunstwerken zij zelf hadden gemaakt. De SP in Hilversum maakt zich grote zorgen of de gemeente zich aan de wettelijke taak houdt van huisvesting, begeleiding en onderwijs aan vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben. De fractievoorzitter, Bianca Verwij, vreest dat het Hilversum niet gaat lukken om de woonruimte te vinden voor de 148 gezinnen.